Zo, er is iets wat ik jullie moet vertellen. En het is iets wat ik helemaal niet leuk vind om te vertellen. En wat er is gebeurd is ook helemaal niet leuk. Maar ik vind wel dat ik nu echt eventjes eerlijk moet zijn tegen jullie. Het is vandaag, en ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Ik heb geen zin in een... Er zit geen droevig muziekje onder. Het is niet om zielig te zijn dit. Je hoeft geen medelijden met me te hebben of iets of wat dan ook. Maar het is gewoon puur eventjes om jullie te laten weten... Hoe staat het er nu voor met Enzo Knol 2? Zoals de meesten wel weten, toen ik begon met YouTube, toen had ik, heb nog steeds, een kanaal Enzo Knol. Op dat kanaal deed ik vlogs en gamevideo's. Elke dag om 4 uur en om 5 uur. Op een gegeven moment merkte ik dat ik het uit elkaar moest halen. Tenminste, dat leek mij fijner en makkelijker voor jullie. Dus toen heb ik Enzo Knol gebruikt als vlogkanaal. Dat doe ik nog steeds. Elke dag om 4 uur. Dat is nog nooit gestopt en dat zal ook nooit stoppen. En dan heb ik mijn Enzo Knol 2 kanaal waar ik al mijn gamevideo's op upload. En precies vandaag, de dag, is het 30 dagen geleden dat ik een gamevideo heb geüpload op dit kanaal. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Er is gewoon echt één reden voor. Er is bij mij thuis ingebroken. En ik zal niet te veel op details ingaan. Maar ik kan wel zeggen dat er redelijk wat is meegenomen. En dan heb ik het vooral over mijn apparatuur. En nu kunnen jullie wel invullen dat dat apparatuur wat gestolen is, dat gebruik ik om mijn video's te maken. En het is echt diep triest, vind ik, dat als je ziet hoeveel ik inlever van mijn privéleven. Want ja, zoals de meesten wel weten, denk ik, ik kan nergens meer in Nederland komen zonder herkend te worden. En dat vind ik ook helemaal niet erg, omdat het is eigenlijk altijd positief. Het is leuk. Ik vind het leuk om jullie te ontmoeten. Ik vind het leuk om een praatje te maken. En voor de mensen die ik ben tegengekomen, jullie weten dat ook. Ik vind het gewoon leuk. Ik ben vrolijk, enthousiast. En zo ben ik ook echt. Alleen, ja, dan kom je thuis en dan is gewoon heel je slotten uitgetikt. En dan kom je binnen en nou, het was echt niet normaal. Het was echt niet normaal. Mijn hele woonkamer, mijn hele slaapkamer, zelfs de badkamer, mijn hele kledingkamer, mijn kledingkast waar Bas meestal slaapt. En mijn studio, holy shit. Maar echt mijn studio helemaal overhoop. Echt holy shit. Toen ik dat zag, ja... Dat is gewoon kut. Dat is gewoon kut. En daar ben ik echt heel erg van geschrokken. Ik dacht, ik lever zoveel in van mijn privéleven. En ik maak elke dag een video om 4 uur van mijn dagelijks leven, wat ik doe. En ja, dan kom je thuis en dan is er ingebroken. En dan de dingen die je nodig hebt om video's te maken. Zoals een computer, zoals een camera. Want dat is gestolen, ook meerdere camera's, laptops. Dan denk je van ja, daar staat al mijn werk op. Waar ik dingen op heb bedacht, waar ik dingen op heb verzonnen. En het is gewoon weg. Het is gewoon weg. En dat is gewoon super kloten. En als jullie goed hebben opgelet in de vlogs, dan hebben jullie ook wel gezien dat ik echt al een hele tijd niet meer gefilmd heb in mijn studio. En de reden daarvoor is omdat ik mijn studio nog steeds niet heb opgeruimd. Wel een gedeelte, omdat ik een paar dingetjes op orde wilde hebben. Maar ik kom er gewoon niet doorheen. Het lukt mij gewoon serieus. Het lukt mij gewoon niet om mijn studio helemaal op te ruimen. Gewoon helemaal weer zoals die was. Sowieso mis ik dus heel veel spullen. Dus ik kan hem niet meer maken zoals die was. Dat kan wel, maar dan zou ik alles opnieuw moeten kopen. En zelfs daar ben ik nog niet mee begonnen. Dus ja, ik weet dat jullie hadden verwacht dat op 1 februari de Minecraft Survival weer zou beginnen. Ik weet dat jullie hadden verwacht dat ik vanaf februari weer zou beginnen met Fortnite video's. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, dat wordt nog verder uitgesteld. Omdat ik kom er gewoon niet doorheen. En ik weet niet, ik moet heel eventjes kijken. En serieus, zo lang ben ik dus al niet in mijn studio geweest. Ik moet eventjes kijken of ik het kan laten zien. Want er liggen al mijn bonnetjes en gegevens en noem alles maar op. Mijn portemonnee die is gejat, heeft trouwens niks te maken met de inbraak. Maar ik loop eventjes naar mijn studio toe. Ik ga eventjes kijken of ik het kan laten zien. Even een lichtje aan.
Ik zal even de zaklantaarn erbij pakken. Even checken. Oké, er ligt... op zich valt het wel mee wat er nu op de grond ligt. Dus vanaf nu ga ik de studio in. En dan zien jullie dat er gewoon heel veel spullen op de grond liggen hier zo. En daar. En de beeldschermen die zijn helemaal gek. Die staan helemaal schuin. Nou, jullie zien hier een formulier van de politie liggen. Hierin heb ik heel veel dingen verzameld. Denk bijvoorbeeld, en dat is echt zo ontzettend irritant en vervelend. En het kost zoveel moeite, tijd en werk. Alles wat gestolen is, dat moet je opgeven. Ze willen het liefst van alles bonnetjes. Dus ik ben zo lang bezig geweest naar bonnetjes zoeken, serienummers. Dat kost zo ontzettend veel werk. Dus dat heb ik allemaal verzameld. En ik ben bijna klaar met het verzamelen. En dat heb ik dus hier in dit mapje zitten. Ja, en voor de rest. Nou ja, zoals jullie zien, de beeldschermen die staan helemaal scheef. Heel veel mist er gewoon. Er hoort een camera erop te zitten op die paal die jullie zien. Maar die camera die is er vanaf gejat. Dat was mijn webcam. Ik weet niet. Wat moet ik meer laten zien? Ja, jullie zien hier... Ze dachten namelijk dat dit iPhones waren, maar dit zijn gewoon doosjes van de iPhones die ik had. En voor de rest is gewoon... Ja, ik heb alles al dichtgeschoven, maar alle laadjes hier zo, die waren opengetrokken. Echt alles. En al deze laadjes die waren opengetrokken. Die laadjes, al mijn jassen lagen op de grond. Maar gewoon echt alles. Gewoon letterlijk alles wat je maar kan bedenken... Wat open is getrokken, is open. De reden, en moeten jullie maar eens gaan kijken in de vlogs van de afgelopen tijd. De reden dat er geen PlayStation 4 meer staat hier, is omdat die is gejat. En ik vind het heel erg raar. En zoals ik al zei, ik ga niet te veel in op de inbraak van wat er precies allemaal weg is. Op zich heb ik al een paar dingetjes verteld. Maar als jullie gaan kijken, er staat daar een Xbox One. Er stond een PlayStation Pro. En er staat daar Nintendo 64 en ze hebben de PlayStation 4 meegenomen. En weet je wat ze ook hebben meegenomen? Mijn Yeezys. Mijn Adidas Yeezys, die ik op zich best wel vaak droeg, allemaal weg. Letterlijk, al mijn Yeezys zijn weg. Dus ik heb geen Yeezys meer. Ik had iets van 7 of 8 paar Yeezys, allemaal weg. Dan heb je echt serieus gewoon van... Een gedachte van, waar heb ik dit aan verdiend? Weet je wel, ik ben zo lief en zo aardig voor iedereen. En waarom, weet je wel? Dus nou ja, zoals jullie merken, ik ben nu best wel een tijd dus al bezig met alle dingen verzamelen. En op zich, wat heel erg gek is, in eerste instantie als je thuis komt, dan zie je dus dat alles overhoop ligt. Dan ben je helemaal in shock en denk je, what the fuck is hier gebeurd? Holy shit. En dan ga je nadenken, oké, wat is er gejat? Wat is er gejat? En serieus, nu, 2 dagen geleden kwam ik nog met iets waarvan ik dacht, oh ja, dat hebben ze ook gejat. Dus zo besef je maar weer dat er gewoon zoveel dingen gejat zijn, dat je maar gewoon elke keer weer erachter komt, oh ja, dat is ook weg. Oh ja, dat is ook weg. En ja, dat is dus waar ik mee bezig ben geweest, achter de schermen. En dit is dus de reden waarom er gewoon geen video komt op Enzo Knol 2. Ik heb gewoon geen zin om die studio in te gaan. Ik weet niet wat het is, maar ik heb er gewoon geen zin in. Ten eerste, ik kan niet op de computer. Ik heb geen camera om mezelf mee op te nemen. Er zijn zo ontzettend veel dingen gejat. Qua apparatuur, dat ik gewoon niet bezig kan. En ik heb gewoon geen zin om die studio in te gaan. Er zit gewoon een bepaald gevoel die gewoon niet klopt. En ik heb serieus geen idee... Wanneer dat gevoel weggaat. Ik heb geen idee wanneer ik een nieuwe camera ga kopen. Wanneer ik weer video's ga maken. Ik weet het echt niet. Maar ik wil wel dit eventjes tegen jullie zeggen. Dus ja, het is zo kut. Want jullie hebben er niks aan. Jullie hebben er helemaal geen shit aan. Maar het is wel zo. En ik ben gewoon de dupe van een inbraak. En ja, jullie zijn dan gewoon de dupe van dat ik daardoor... even geen zin heb om video's te maken. Omdat ik heb het apparatuur niet en mijn gevoel is weg. Omdat ik gewoon niet meer met plezier die studio inga. Omdat het zo'n rotzooi is. Omdat ik nog zoveel moet opruimen. En geloof me, ik heb echt al uren doorgebracht in die studio. Want hoe het er nu uitziet is nog netjes op zich.
Maar je wilt niet weten hoe het eruit zag. Het was echt verschrikkelijk. Alles lag overhoop. Maar echt, je kon geen stap doen of je stond al op iets. En nu kon je, zoals je zag, wel redelijk rondlopen. Nou, uiteindelijk is deze video, ik heb geen idee hoe lang. Ja, ik ben al langer dan 10 minuten weer bezig met filmen. Dus uiteindelijk is deze video ook weer veel langer geworden dan ik had gehoopt. Ik vind het wel echt balen dat ik geen gamevideo's kan opnemen. Ik heb echt al lang niet meer gegamed. Echt al lang niet meer. En aan de ene kant mis ik het gamen heel erg en het opnemen. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel chill dat ik eventjes niet meer die stress heb voor die gamevideo's. Elke dag, langer dan 5 jaar mensen, en dat besef krijg ik dus nu. Nu ik niet meer opneem voor Enzo Knol 2. Dat ik gewoon langer dan 5 jaar elke dag 2 video's heb gemaakt. Elke dag om 4 uur en op Enzo Knol om 7 uur. Niet normaal. Holy shit. En nu heb ik best wel wat, wat tijd over die ik normaal besteed aan Enzo Knol 2. Die ik nu kan besteden aan andere dingen. En dat is wel weer fijn aan de ene kant. En wat het grootste voordeel is, en ik bekijk het graag positief, ook al vond ik dat echt heel erg lastig. En ik kom nu natuurlijk heel anders over. Hè. Als ik deze video aan het maken was toen er net was ingebroken, was het echt een hele andere video geworden. Maar we zijn nu alweer een tijdje verder. En ja, we zijn nu een tijdje verder, dus dan ben je er toch iets, denk ik, wat luchtiger over. En dat is ook de reden waarom ik nu de video aan het maken ben en niet meteen vanaf het begin. Want dan heb je heel veel emotie, dan ben je heel erg boos en dan ben je gefrustreerd. En dan sta je er echt heel anders in, kan ik je vertellen. Maar ja, het grootste voordeel van dat ik dus nu niet upload op Enzo Knol 2 is dat ik overal heen kan gaan waar ik wil. Als ik bijvoorbeeld naar Assen ga, dan hoef ik niet eerst na te denken van oké, hoeveel dagen ga ik naar Assen? Ga ik 2 dagen? Ga ik 3 dagen? Oké, als ik 3 dagen naar Assen ga, dan betekent dat ik 4 gamevideo's moet opnemen. Maar dat betekent dus ook dat ik niet vrijdag kan beslissen van ik ga het hele weekend naar Assen. Nee, dat moet ik al aan het begin van de week beslissen, omdat ik dan vooruit moet werken voor het hele weekend. En stel voor, iemand komt met een leuk idee op vrijdag van yo Enzo, ga je het hele weekend mee naar het buitenland? Dan kan ik niet mee, want nee, ik kan niet nu weg, want ik moet nog voor het hele weekend gamevideo's maken of voor de hele volgende week. En dat is de struggle die ik altijd heb gehad. En altijd was het zo van, ik kan pas weg als de gamevideo's zijn gemaakt. En nu is het gewoon van, ga je weg? Oké, prima. Let op. Ik pak mijn laptop. Ik doe die in de tas. En we gaan. En dat is zo chill aan de ene kant. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Dat als iemand zegt, zullen we gaan? Ik pak mijn laptop. En oké, prima, we gaan. Dus ja, het heeft zo zijn voordeel en het heeft zo zijn nadeel. De eindconclusie is gewoon, er is bij me ingebroken. Daardoor kan ik nu even geen video's maken, want ik heb het apparatuur niet meer. Dat moet ik allemaal opnieuw bestellen. Maar dat heb ik nog niet gedaan, omdat ik heel erg tegenaan kijk. En ik heb geen zin om de studio in te gaan. Want mijn gevoel is gewoon echt heel erg kut daarbij. Dat zal ik gewoon heel eerlijk in zijn. De vlogs die zijn, zoals jullie hebben gemerkt, wel elke dag nog om 4 uur op mijn kanaal gekomen. En ja, ik vind het eigenlijk al best wel bijzonder dat er geen nieuws was over mijn inbraak. Omdat het is best wel goed geheim gebleven. Ik heb natuurlijk tegen iedereen die erbij betrokken was, zoals politie, de forensische dienst. Voor de mensen die niet weten wie dat is, de forensische dienst die komt langs. Die komt zoeken naar sporen, naar vingerafdrukken. Hoe is er ingebroken? Die gaan een soort van constructie in hun hoofd maken. En die proberen het dan een beetje in te vullen van hoe dat is gegaan. Al die mensen die erbij betrokken zijn, al mijn omwonenden, want ja, al mijn omwonenden moet ik wel vertellen van hey, buurman of buurvrouw, hey, er is ingebroken, dus hou er rekening mee, bla bla bla. Dus op zich, ik had verwacht dat het uiteindelijk van, weet je wat ik heb gehoord, bij Enzo Knol is er ingebroken. Dus ik had verwacht dat het eigenlijk van langzaam de hand zou gaan leven en dat ik uiteindelijk dus op internet zou lezen van, deze bij Enzo Knol ingebroken. Dus aan de ene kant vind ik het heel erg kut om deze video te maken. Maar aan de andere kant ben ik ook heel erg blij dat ik nu de eerste ben die deze video maakt. Zodat jullie gewoon het verhaal van mij horen. En zodat jullie gewoon weten van ja, het is waar, er is bij me ingebroken. Maar met mij gaat verder alles goed. En daar ben ik heel erg blij mee. Met Sok gaat verder alles goed. En ja, ik zit lekker in mijn vel. En ik doe gewoon mijn ding zoals jullie zien op mijn vlogkanaal. En ik heb dat altijd al gedaan. Bij elke tegenslag die ik heb of bij elke shitzooi
wat er gebeurt, blijf ik gewoon mijn ding doen, blijf ik gewoon positief. En ja, het enige nadeel is dus nu dat ik eventjes niet ga uploaden op Enzo Knol 2. Ja, dus dat, ja, dat is het verhaal. Dus ja, voor alle mensen die nog de vragen gaan stellen, wanneer komt de Minecraft Survival, wanneer komt Fortnite, ik heb daar gewoon even geen antwoord op. Ik heb er echt even geen antwoord op. Dus het heeft ook geen nut om die vraag te stellen. Sorry dat ik daar geen antwoord op kan geven. Ik hoop dat ik snel met nieuws kan komen voor jullie. En dat ga ik ook zeker weten doen hoor, als ik weer een goed gevoel heb. En als ik weer, want voor de Minecraft Survival, even voor de duidelijkheid, ik had er zoveel dingen op uitgetypt. Maar als je laptop wordt gejat en dat is weg, dat is flink balen. Om dat allemaal opnieuw te doen, dat is echt, echt, echt heel erg kut. Je hebt gewoon heel veel uur, je hebt heel veel gewerkt, ja, voor niks. Want je kan het niet gebruiken, want het is gejat. Dus dat is echt een flinke, pijnlijke tegenslag. Ik ga het hierbij laten, want ik heb een beetje het gevoel dat ik in herhaling val. Ja, normaal gesproken zeg je altijd bedankt voor het kijken, maar wat misschien beter past bij deze video is bedankt voor jullie begrip allemaal. Bedankt voor jullie begrip, dat jullie snappen waarom ik eventjes niet upload op Enzo Knol 2. Ik ben begonnen met gaming, dat heb ik eerder gedaan dan vloggen, dus ik zal het nooit in de steek laten. Dus ik kom terug. Mensen, ik kom terug. Gaming komt terug. Ik weet niet wanneer, maar gaming komt terug. Dat weet ik zeker, 100.000%. Bedankt voor jullie begrip. Als jullie op de hoogte willen blijven van alles wat ik doe voor mijn video's, ga dan naar Enzo Knol, naar mijn vlogkanaal. En ik zal op mijn vlogkanaal ook aangeven wanneer ik weer ga beginnen op video's op dit kanaal, op Enzo Knol 2. Bedankt voor jullie begrip en ik zie jullie bij een nieuwe video.